63.000 mensen trotseerden de stromende regen in Bern om getuige te zijn van de finale van de wereldkampioenschappen voetbal tussen West-Duitsland en Hongarije. De Duitsers die in witte shirts aantraden, zetten het spel in beweging. Hun activiteit werd met spanning gadegeslagen door trainer Herberger, die op deze dag de grootste triomf van zijn loopbaan zou behalen. Duitsland begon verrassend. De ploeg bleek niet in het minst geïmponeerd door de faam van de Hongaarse grootmeesters, die in de eerste minuten nog naar hun vorm liepen te zoeken en hem niet konden vinden, waardoor ze alle moeite hadden om de Duitse aanvallers het scoren te beletten. Even leek het erop dat de Duitsers hun beroemde tegenstanders in het nauw dreven, maar dat duurde niet lang, want toen er 6 minuten gespeeld waren, zetten de Hongaren een aanval op die de Duitse verdedigers zo in verwarring bracht dat niemand op tijd ingreep. Daardoor kon aanvoerder Puskas gemakkelijk de bal achter keeper Turek plaatsen. Er gingen toen in het veld een aantal Hongaarse armen de lucht in en de kleine Hongaarse kolonie op de tribune vergat dat het regende. Nog geen 2 minuten later zaaiden de Hongaren opnieuw paniek in de Duitse achterhoede, waar Posipal niets beters wist te doen dan op de keeper terug te spelen die de bal verloor. En dat betekende meteen 2-0 voor Hongarije. De Duitse supporters keken toen alsof ze het in Keulen hoorden donderen. Iedereen verwachtte dat de Hongaren zouden doorgaan, maar Duitsland herstelde zich bijzonder snel. In de 10e minuut verkleinde Murlock de achterstand tot 2-1. En wat dat voor het stadion betekende, zou de directie eerst na de wedstrijd kunnen constateren. Want de Duitse voetbalenthousiasten braken de tribunes bij kans af. Dit doelpunt gaf de Duitse ploeg zijn zelfvertrouwen terug. De Hongaren werden in de verdediging gedrongen. En uit een van de corners die ze moesten toestaan, wist Raan zijn ploeg weer met Hongarije gelijk te brengen. Er waren pas 18 minuten gespeeld en beide partijen waren weer even ver als bij het begin. Met dien verstande natuurlijk dat het moreel van de Duitse ploeg aanzienlijk versterkt was. De Hongaren begonnen toen echt te voetballen. En de Duitsers mochten waarlijk niet over pech klagen toen een onverwacht schot van midden voor Hidekuti buiten bereik van keeper Turek tegen de paal terecht kwam. Tot de rust bleef de stand gelijk. In het eerste kwartier van de tweede helft geraakte de Duitse achterhoede opnieuw in moeilijkheden. Maar de Hongaren konden geen beslissing forceren. Af en toe rukte de Duitse voorhoede wel in de richting van het Hongaarse doel op, maar de verdediging daar besefte het gevaar terdege en weerde alle aanvallen resoluut af. De Hongaren toonden in deze fase van de strijd meermalen hun meesterlijke techniek, al was die dan wellicht wat minder vloeiend dan in voorgaande wedstrijden. Rechts buiten Toot was door zijn snelheid een voortdurende zorg voor de Duitse achterhoede, die, versterkt met de binnenspelers en onder leiding van Spil Liebrecht, alles gaf om Hongaarse doelpunten te voorkomen en die daar ook in slaagde. Tijdens hun sporadische uitvallen in deze periode demonstreerden de Duitsers dat de training van Herberger niet zonder resultaat was gebleven, want het samenspel klopte dan perfect en de Hongaarse verdediging had met die aanvallen de grootste moeite. Eenmaal leek het erop dat de balans ten gunste van Hongarije zou doorslaan, maar de Duitse linksback Kohlmeier wist een doelpunt nog juist op het nippertje te voorkomen. Precies 7 minuten voor het einde van deze wedstrijd kregen de Duitsers de beloning voor hun harde werken. De Hongaren verzuimden rechtsbuiten Raan aan te vallen, die met een welgericht schot Duitsland de leiding bezorgde. En daarmee de wereldtitel, want in de resterende tijd kon het Duitse team de 3-2 voorsprong behouden. De 30.000 Duitsers op de tribunes en de 11 in het veld waren dol van vreugde over deze onverwachte en daardoor zo verrassende zegepraal. Bij de sluitingsceremonie ontving aanvoerder Fritz Walter de beker uit handen van Jules Rimet, de voorzitter van de internationale voetbalorganisatie, waarna de Hongaarse aanvoerder Puskas hem kwam feliciteren. De overwinning van Duitsland was op grond van het spel in deze wedstrijd verdiend. De man die er de grondslag voor legde, trainer Herberger, werd door zijn manschaft in de hulde betrokken. Thank you.